zoek naar kleine, grappige en ontroerende berichten in Gelderse Koppen. Nu bij TV Gelderland. Kijk, een heel pak. Lokale krantjes doorgewerkt. De Brug in Nijmegen. De Ederse Post. Prachtig krantje. Om te kijken wat er deze week allemaal gebeurd is. Nou, fantastische dingen. En we konden kiezen tussen bijvoorbeeld Jan Veen in Putten of stenen zoeken aan de Waal. Dat zou u doen. Nou, daarom sta ik hier op de dijk in Beuningen. En ik ga stenen zoeken. Daarachter stroomt hij, geloof ik. En er schijnen hele mooie dingen gevonden te worden. Dus wow! Oh! Jezus. Oh nee, hè. Oh. Van de Waal. En op deze plek ga ik William van der Akker ontmoeten. Dat is een bioloog die hier met mensen naar stenen gaat zoeken. En dan heb je programma's, dan gaan ze diep naar de regenwouden van Brazilië of helemaal naar Beijing om dingen te zoeken. En dan vinden ze niks. Nou, zo amateuristisch zijn wij niet bij TV Gelderland. Bij ons vind je de mooiste dingen. Nou. Een steentje erop. Dag. William van der Akker, pensioen. Ja, klopt. Hoi. Nou, ik heb dit. Ik vind deze mooi, hoor. Ik ook. Kijk er. Wat ben je aan het doen? Je bent steen aan het oprapen hier. Ik ben steen aan het zoeken. Er ligt altijd van alles. En het lijkt gewoon grind, dat is het ook. Maar als je goed kijkt, zie je allerlei verschillende. En dit zijn de mooiste die ik net gevonden heb. Ah. En deze is de zoek. Kijk, wel een kies van iemand. Ja, ik... Heb je dat ook, dat je dingen eruit pakt, dat je dan een idee erbij hebt? Van, het is een paardenkies. Ja, bij dit had ik zoiets van, kan ik nu al tussen. Oh, je hebt nog ruimte. Ja, ik heb ruimte. Kijk, ja. Ja, het zou kunnen. Ik zou hem even apart houden als ik jou was. Nee, maar je gaat hier naar de Waal. Ja. Met mensen ook. Ja, natuurlijk. Groepen mensen. En dan zeg jij, nou jongens. Zoeken. Zoeken maar. Zoeken. Waarom? Waarom? Omdat het leuk is. En je oefent je ogen om goed te kijken. Want als je in het begin kijkt, dan zie je zoiets van, ja, het is allemaal hetzelfde. Bruin en wit en wat zwart. Ja. Als je goed kijkt, zie je verschillen. En er liggen, nou, een stuk of 20, 30 verschillende soorten minimaal. Ja, mensen hebben ook gewoon grind om hun huis. Kunnen ze daar niet gewoon even gaan zoeken? Ja, kan. Maar het is niet zo leuk. Het is niet zo leuk? Nee, daar heb je geen water. Dus het is de combinatie van buiten zijn... Buiten zijn, die paarden die er lopen, die schepen die voorbij komen. En hier wordt steeds een nieuwe lichting aangevoerd. En thuis ligt dat grind al jaren te liggen. Kan je hier nou hele dure dingen vinden? Nee. Dat is eigenlijk ook al heel leuk. Dat vind jij heel leuk? Ja, dat is absoluut... Dat het allemaal absoluut waardeloos prut is waar je toch een hoop lol aan kunt beleven. En dan komen er toch nog mensen op af? Er komen hartstikke veel mensen op af. Die zijn hartstikke gelukkig. Gisteren hadden wij dus een zoektocht en dan gaan mensen blij naar huis. Want we hebben zo'n klein stukje jaspis naar huis. Wat jaspis. Heel bijzonder is, want dat kenden ze niet. Dus ze hebben toch iets nieuws en dan moeten ze de volgende keer terugkomen om een groter stuk te vinden. Ja. Welk had je nou? Ik heb er al heel veel. Dit is toch ook prachtig, maar ja. Dat er veel van is maakt het waardeloos. Maar... Dat is een mooie uitdrukking. Overal waar veel van is, wordt waardeloos. Ja, daar komt het meestal aan. Ja, daar heb je gelijk in, ja. Heb jij een partner ook? Partner? Ja. Oh, ja. Een vrouw of een man die bij jou hoort. Ja. En hoe ziet het, die vindt dat ook leuk? Nee. Nee. Dus dat staat allemaal in dozen weg. Maar je mag wel alles mee naar huis nemen. Ja, want wij wonen niet samen. Dat scheelt dan. Aha, ze komt ook nooit bij jou. Nee. Nee, zie je. Dan moet je gewoon al die stenen gaan optillen, denk ik. Nee, dat is de clue om steeds terug te komen, want dat doet het water. Ja, er kunnen gewoon dingen onder liggen. Ja, maar dat is zoveel werk. Nou. Kijk.
Kijk nou. Even spoelen. Ik vind gewoon een blok goud. Nou, William. Het is geweldig. Wat is dat? Volgens mij is het piriet. Ja. Gekke goud. Hier. Past het of past het niet? Oh! Maar kijk. Nou, is dat jou ooit eerder gebeurd hier? Nee, dit is mij niet gebeurd. Dit is. En dan mag ik gewoon houden als eerlijke vinder? Ja? Oké. Ik moet zeggen dat een diep geluksgevoel mij doortrekt hier aan de oevers van de Waal. Geweldig. Bereik. Hoeveel is dat per gram? 50 cent. Oh, dat vind ik weer een beetje jammer. Kunnen we nog een beetje een leuke grote meenemen voor thuis? Heb je die nog niet? Deze? Doe eens. Wow. Ja, een moment. Dan kan je gewoon aan een leuke... Heb je die gezien? Nou, laat lekker liggen. Die is te groot. Deze is leuk voor mijn terras. Okay. Zo, voor mijn terras. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. Nou, ik had een mooi tuk met die piriet. Hij vertrok geen spier. En ik weet niet of hij meteen door had dat wij te neergelegd hadden. Hij dacht echt, dat kan niet gewoon. Mooi is dat, hè? Dat zijn pas echt minietjes, hè? Maar over 30 jaar, dan zijn dit... De Fiat 500'tjes van het nieuwe millennium, dat weet ik zeker. In Lochem is natuurlijk een veel minder leuk verhaal. Ben je iemand verloren en die begraven. En dan heb je iets op zijn graf gezet en dan wordt dat gestolen. Dat is niet best. Zou ik... Niet alleen verdrietig van worden, maar ook heel boos. Vier jaar geleden had ze net een aantal bestralingen achter de rug. Ja. Dus toen zou ze met vakantie gaan, maar met vriendinnen. Door, maar dat ging niet door, omdat ze dus bestraald moest worden. Omdat er tumoren waren bijgekomen. Ja, ja. Ja, ja. Toen was ze heel erg ziek. Toen was heel erg ziek. Zo moest je iedere keer inleveren, hè? Toen moest je iedere keer een stukje inleveren, dat klopt. Ja. Ja. We komen toch zeker 2 à 3 keer in de week. Zeker hier dus, ja. De bloemen even water geven of verzorgen. En ja, het gevoel van contact. We zijn hier bij haar. Er is in onze vakantie, toen wij weg waren... Iemand heeft hier het dolfijntje van afgestolen. Hier stond een bronzen dolfijn. En die is er in onze vakantieperiode is die eraf gehaald. En dat is echt met goed gereedschap gebeurd, want er is er echt afgeslepen. Dus ja, hij is weg. En daar zijn we erg verdrietig om. Het had voor haar ook een hele betekenis. Hè? Zij heeft ooit met een Dream Foundation, dat is een soort doe-een-wens-stichting, heeft ze te kennen gegeven dat ze wilde zwemmen met dolfijnen. Dat heeft ze ook gedaan. En ze wilde ook graag een dolfijn op de graf. En dan is hij weg. Ja. Ik vind dat kan niet. We hebben een pierenplaat neergehangen. En voor bij de kerkhof hebben we wat neergehangen. Op teletext. Teletext heeft het gestaan. En ja, er komt helemaal niks uit. En dat is wel heel verschrikkelijk, vinden wij. Ja, je mist wat. Je mist hier iets, hè? Ja. Het is nou niet meer... Ja, het is niet meer één geheel. Ja, het was voor Linda een hele betekenis. En ja, voor ons natuurlijk ook. Ja. En nu is het eraf. Dolfijnen, die horen bij haar, dus... Ja. Mooi spelon, hè? Ja. Ja.
vieze donkere stenen. Je moet sowieso wel van andermans spullen afblijven. Maar zeker deze laatste rustplaats, daar moet je zeker afblijven. Ja. Veel dorpsdialecten dreigen te verdwijnen. Maar in Reden gaan ze daar wat aan doen. Met speciale bijeenkomsten. Ja, Eetcafé Het Wapen van Reden. Hier heb ik afgesproken met meester Koen Hen. Op het terras. En ik krijg Redens les. Oh. Hey, Harm. Goedemiddag. Welkom. Dankjewel. Je wil wat reeds komen praten met mij. We beginnen meteen, begrijp ik. Ja, zo is dat. Zal ik maar in de klas gaan plaatsnemen? Zo, ja. Ik heb wat opgeschreven, want het is maar niet zomaar wat het dialect. Het heeft ook nog regels. En hier heb ik een paar korte regels opgesteld hoe dat het Saksisch, het Limes, het Rees in elkaar zit. Een ui, dus huis, wordt huus. Ja, dat is makkelijk. Wies of wijs wordt wies. We zitten hier vlak aan de Niesel. Ik ben niet goed wies. Ja. Ik ben hier met mijn heuf. Ik ben niet op uw heuf gevallen. Ik ben niet op uw heuf gevallen, ja. En dan geloven, dat wordt een eu. Dus dat mooi geloven. Dat mooi geloven. Ja. Ja. Maar we zitten hier 20 kilometer van de grens af. En dat hult natuurlijk dat dialect niet op. Je kunt gewoon in Emmerik en in Kleef en in Bocholt kun je overal nog met dat dialect praten. En verstaan zo. Je hebt hier nou de regels van het dialect. Nu schrijf ik een paar woorden op in het Hollands. En eens kijken of je er wat van geleerd hebt. Ik krijg gewoon hier op het terras een schriftelijke overhoring. Precies. Ja, ik heb dat niet allemaal niet voor niks verteld, of niet? Ja, ik studeer nog even alles aan mijn hoofd. Als je ei, boy, ik, lepel, hij studeert. Geliek. Wat heb je in de tuin? Lepeltje. Kuffie. Stukske. En geloof het maar. Vergiet het maar. Zoiets? Dit is goed. Ja. Dat is al één punt. De tuin, dat reken ik ook goed. Maar lepeltje wordt gewoon lepeltje. Ah. Want dat is de korte klank. Maar hier aan de overkant zeggen ze wel, aan de overkant van de vries zeggen ze altijd kuffiestukske. Ja, maar wij hier niet. Je hebt het aardig gedaan, mijn jongen. Ja, maar je bent wel een goede leraar ook. Dank u wel. Maar nou gaan jullie met wat oudere mensen, nou, dat hoeft niet, maar het zijn meestal ouder. Meestal wel. Bij elkaar zitten om dat dialect in stand te houden. Ja. Dan komen binnenkort echt speciale avonden voor, middagen. Ja. Nou ga ik die mensen zo meteen ontmoeten. En ik wou iets lekkers meenemen voorbij, dat kupske koffie. Ja. Wat ga ik bij de bakker zeggen? Kan je mij een goede zin leren waarvan je zegt... Ja. Kun je me dan een reeze kruidkoek in wortreeën helpen? Wortreeën, dat moet ik niet vergeten. Wortreeën. Ja. Tot straks. Tot kiek. Wortreeën. Goedemiddag. Goedemiddag, kan ik helpen? Heb je ook reeze kruidkoek voor in de wortreeën? Wat zegt u, meneer? Heb je ook reeze kruidkoek voor in de wortreeën? Een reeze kruidkoek? Ja? Een reeze kruidkoek, die verkoop ik wel, ja. Oh, dat staat voor mijn neus zelfs. Of heb je nog andere lokale specialiteiten? Ja, echt uit Reden hebben we eigenlijk als specialiteit Redens kruidkoek, ja. Ik praat echt geen woorden is, hè? Ik praat geen Reden. Heb je nog een moeder die hier geboren is? Ook niet. Bent u ook een Redense import of bent u export? Wat ben ik? Export. Amsterdam. Ja, Amsterdam. Maar wat vind jij nou van die Redense kruidkoek? Wat vind jij nou van die Redense kruidkoek? Dat is een lokale specialiteit. Nou, ik heb dat nooit geproefd. Dan moet je dat even doen, want het schijnt als je op bezoek bent in Reden, dat je dat dan toch even moet proberen.
Het Tegelmuseum, dat is in de jaren 60 geboren in Otterlo, gesticht door meneer Veenstra. En is hier groot geworden en hoort in Otterlo te blijven. Als je hier zou blijven, dan zou je toch ook minimaal hier een nieuw museum moeten hebben. Het kan niet zo zijn dat deze ruimte dan het museum is en blijft. Ik woon hier nog maar 2 jaar. De eerste gang was naar het Tegelmuseum. Op dit rustieke plekje huist de grote trots van Otterlo. Het Nederlands Tegelmuseum. Tegeltjes, tegeltjes en nog meer tegeltjes. Het zijn er zoveel dat het museum propvol zit en het grootste deel in de kelder staat. Hier in dit museum heb ik alleen maar deze zaal, de Beekzaal, om de kunst van na 1945 te laten zien. Dus wat we doen, dat is hier zoveel mogelijk indikken. Dingen boven de deur gaan hangen langzamerhand. En dan tenslotte het enige wat we nog kunnen doen, en dat gaan we ook doen, dat is dat raam waar je nu nog doorheen kunt kijken. Dat gaan we in het voorjaar dichtmaken. En dan heb ik nog weer ruimte om 1 of 2 tableaus erbij te hangen. Maar dan houdt het ook echt helemaal op. Het Tegelmuseum hoort in Otterlo. Er zijn natuurlijk prachtige tegels. Otterlo vreest een belangrijke toeristische trekpleister te verliezen. Want wie kent het niet? Het Nederlands Tegelmuseum. Het trekt misschien maar een fractie van de bezoekers van het naastgelegen Krullemulemuseum, maar het zijn er toch altijd nog 27 per dag. En gaan die straks wel helemaal naar Ede, 10 kilometer verderop? Ik woon hier een paar dagen natuurlijk. Dan moet ik niet te ver weg wezen. Ik kom er net terug uit Ede. Dus, Dat maakt voor mij ook niks uit. Dat maakt van, we staan hier op de camping, dus we zoeken de regio een beetje af. Ik weet afstand in mijn broer rijdt altijd, dus ik weet verder ook niet hoe en wat. De scholen zijn makkelijker te bereiken als we in Ede zitten. En wat ook een grote rol speelt, we willen gewoon groter zijn. We willen meer laten zien. Het Tegelmuseum hoort in Otterlo. Er zijn natuurlijk prachtige tegels. De bewoners die voelen zich daarmee verbonden. Ik wil het wel behouden, hoor. Ze komen misschien niet zo vaak, maar het hoort gewoon hier in het dorp zelf. Omdat het ook andere mensen trekt van buiten. Als je hier zou blijven, dan zou je toch ook minimaal hier een nieuw museum moeten hebben. Dat we ook een samenwerking met de gemeente Ede moeten zoeken naar een andere locatie. En die is absoluut te vinden in Otterlo. Het Tegelmuseum hoort in Otterlo. Er zijn natuurlijk prachtige tegels. Zo bij de koffie, kijk. Ja. Alsjeblieft. Heerlijk. En ook nog een krutkoek. Ja. Oh. Kun je lang mee doen, hè? Ja. Ik weet het niet. Ja, heel lang wat dan. Zo. Kun je voor mijn deur. Alsjeblieft staan. Oh, dan kan er wel van. Ja. Zullen we afspreken dat we vanaf nu in het plat gaan? Ik kan me niet plat genoeg. Dus. Ja. Nou, een stuk hout krien stukje. En anders krien ik. Oeh, ik heb nog iets leuks aan de... Hoe is dat ook alweer? Reën, krie, dikke sneeën. Maar ze zijn niet gunnen, krieën dunne. Wat weet je dat nou? Maar je zei vaak... Snelle leerling. Snelle leerling. Krieg niks. Wat vind je zo mooi, Andreas? Het is dus een taal die uit je hart komt. Die niet aangeleerd is. Je hebt hem dus van kinds af aan meegekregen. Dus, och, het werkt vanzelf. Het gevoel... dat je het samen doet en dat je dat samen precies aanvoelt wat een ander aanvoelt. Want dat is de dialect. Een dialect is een gevoelstaal. Ik bedoel, mama zei vroeger altijd, als we boodschappen gingen doen of we daarbij gingen, dan zei ze, denk erom dat hij netjes praat, maar hij huilt. En hij lacht, dan mag je het in het reis doen. Dus, nou, dat zegt alles. Je hebt weinig verschil tussen u en jij. Het is gewoon G en O en... O? Ja. O. Ja. O.
Kun je de boter even meenemen, zo? Zoiets, hè? Doe even of ik er niet ben en praat even lekker een stukje Rees met Mekoor. Recht nu het hart, heb ik geleerd van meester Koen Hem. Ja, zeker. Voor hem doorgekregen. Bij de Niesel. Ja, die hebben we. Haalde mijn vader altijd zijn crepes in. Die moest precies passen op zijn Keulse pad. Ja, mijn moeder maakte zelf de worst. Genoeg, we hebben slechtere tieren. Maar nou is er heel veel import, het sterft een beetje uit eigenlijk, hè? Ja. Dat zou kunnen, ja. Dat probeer je tegen te houden. Dus vandaar dus dat we een gespreksgroep Redes willen beginnen. Maar wat doet je dat die Redes? Stel dat jullie nou de laatste generatie zijn. Ja, maar dat zorgt toch met alles. De toekomst kunnen we niet tegenhouden. Maar dan moet je toch even eigenlijk zeggen dat jullie nog maar heel lang door moeten leven. Proberen. Ja, jullie zitten er relaxed genoeg bij. Voor hetzelfde gaat word je zo 140, toch? Nou, dat zou kunnen. We gaan niet muren. Dat raakt niet zo best. Wat moet de vrouwen nou zeggen? En van mijn leeftijd. Het voor elkaar de zin. Ga je naar een ander omkijken. Maar iedere lantaarnpaal is een beetje van over. Ja, zit tegenaan ook wel. De kerk? De kerk, ja, maar kerk. Gewoon de grote kerk. Het eerste oude gebouw waar we hadden hier. Ja, en dan schuren we. Kunnen ze wel afzonder mij. Ja. Wordt steeds bozer. Ja. Ik ben hondenjasjes aan het maken voor honden in Spanje. Een hond in een jasje? Ja, iedereen denkt ook Spanje is warm, maar Spanje is in de winter helemaal niet warm. En ik heb het over honden die eigenlijk maar heel weinig lichaamsvet hebben. De echte greyhounds, scalgo's, de renhonden. En die hebben het in de winter erg koud daar. Nee. Zo, we hebben er weer één af. Hoe kom jij erbij om een jasje voor een hond te gaan? Nou, niet één, maar misschien wel duizend. Omdat ik heb zelf een hond geadopteerd uit Spanje. En toen dacht je, en dan ga ik eens lekker jasjes voor naaien. Nou, ik wilde graag wel wat voor anderen of voor dieren doen. Maar ik heb nooit eigenlijk de kans, omdat ik aan huis gebonden ben door mijn kinderen. En toen las ik dat ze ook jasjes konden gebruiken. En ik ben gaan lezen van waarom. En toen dacht ik, maar dat kan ik ook. Jij bent de reden dat jouw baasje zulke mooie jasjes naait. Wat vind je daar nou van, Diesel? Oeh! Hoeveel uren besteed je er nou aan? Op zich kom ik wel aan de 4 uur op een dag. Dat is een beetje veel. Ja, maar ja, wat moet ik anders doen? Televisie kijken? Nou, soapseries volgen? Betaald werken misschien? Aan die 1-2 euro die ik per uur zou kunnen verdienen, ja, nou ja, dan vind ik de moeite niet waard. Dan doe ik dit liever en het heeft meer nut. En ik kan dit is geen aangenomen werk. Ik kan ermee stoppen wanneer ik wil. Ik kan ermee beginnen wanneer ik wil. Als ik geen zin heb, doe ik het een dag niet. Wat vindt papa ervan dat mama de hele dag jasjes aan het naaien is? Zolang ik er geen last van heb, is dat geen enkel probleem. Er ligt hier zo'n 150 à 200 bij elkaar. Maar waar heb je zo'n opgeslagen die je wel al klaar hebt? Die liggen allemaal boven in dozen. Die doe ik allemaal in bananendozen. En dan laat ik mijn kinderen erop zitten, zodat lucht eruit gaat. En dan plak ik ze dicht. Dat is van een douchegordijn die ik net heb gemaakt. Thank you.
op het station in Dieren is een ernstige vorm van vandalisme aangetroffen. En daar ga ik eens wat aan doen, want dat moet afgelopen zijn. Weet u wie het is? Hier. Ik heb geen flauw idee. Weet u nu wie het is? Ja. Oh, toch wel. En wat vind je daar nou van? Ik vind het geweldig. Vind je het mooi? Ik vind het hartstikke leuk. Oh ja, want daar stem je ook op. Tuurlijk. Oh ja, ik niet hoor. Zo'n man. Ja? En dan moet het gewoon op de muur, op zo'n mooie witte muur moet die man. Ja. Ja, ze kunnen op jou er neerzetten. Nee, alsjeblieft. Ja. Dat is nee. Schrikken. Dat is ook schrikken, ja. Hey, jij bent een plaatje. Maar bedoel... Dag dames. Wat fijn dat u even wacht. Zal ik even helpen met het ding? Nou, dat lijkt me het einde. Dan moet u even zeggen wat u daarvan vindt. Ja, ik vind het allemaal best. Nee, die op de muur. Wat vindt ja, u? Ja, die heb ik al bekeken. Vindt u het mooi? Ja. Is het uw leider? Het is mijn leider. Wat vindt u ervan? Ik heb er niks. Nee? Nee. Waarom niet? Ik heb niks met die man. Nee. Waar stemt u op? PvdA. Ja, dus als we daar een Wouter Bosje op de muur kalken, dan vind ik ook niet. Nee, die muren moeten niet bekalkt worden, dus... Als je Jan-Peter Balkenende als graffiti op een muur aantreft, dan kan dat maar één ding betekenen, want normale mensen doen zoiets niet. Dat komt uit de CDA-hoek. En daarom sta ik hier met Bert de Boer, raadslid te... Gemeenteleden. Daar valt Dieren onder, hè? Uiteraard, ja. Ja, al jaren. Bert? Ja. Wanneer heb je dit gedaan? Diep in de nacht? Of hoe laat was het? Ja, nee, het is bij mij echt niet bekend wie dat gedaan heeft. Ik vind het wel mooie plaatjes overigens, maar... Maar kan je me voorstellen dat ik denk dat moet door iemand uit de CDA-kring gedaan zijn? Ja, ik ben zelf campagneleider hier, dus ik zou de eerste aangewezen persoon zijn om het gedaan te hebben, maar helaas. Heb je hem wel eens ontmoet? Ja, ja. Wat is het voor een man? Nou, een heel integere man. Erg toegankelijk en prima om met man te gaan. Ja, maar nu heb je hem in je dagelijkse omgeving. Ja, maar dat is toch heel anders, hè? Ja, je kunt toch even gewoon naar Jan Peters hier, hè? Jan Peter, goedemorgen. Ja. Nee, ik zal niet zeggen hoe vaak ik hier dan langs ben gelopen. Maar... Vaak, hè? Nou, dat laat ik je wel over. Ik snap dat dit een aangelegenheid van de spoorwegen is, dus ik kan er eigenlijk niks aan doen. Maar het CDA is van normen en waarden en regels. Ja. En er is toch eigenlijk een soort regel dat je mooie witte muren in Nederland niet beklad met je eigen leuzen. Ja. Dit is toch een beetje jullie partijleuze. Ja. Nou, het is een expressie van iemand. Hè? En ik vind dat moet normaal weg. En ik vind het erg geslaagd in deze setting. Ik bedoel, gezien hoe het er allemaal uitziet. Dus het feit of het CDA iets gedoogt hangt meer af van jouw persoonlijke smaak dan van de regels? Nee, kijk, het kan natuurlijk niet. Maar dan kom je dus bij de spoorwegen terecht. En die zullen het binnen de kortste keren weghalen. Ja. Kijk eens naar beneden, Bert. Ja, goed zo. Mag ik jou het eerste sponsje aanbieden? Jongen, het is niet voor niks. Dat vijfde kabinet gaat wel nog komen. Ja. Ga weer. Humphrey, we hebben hulp nodig. Dit krijgen we er niet af. Mooi. Albert, wat denk je dat dit je hele carrière gaat kosten? Nee. Je bent je eigen leider weg aan het halen. De tijd heb ik me niet zo vermaakt in Dieren. Wat zeg je? De derde keer dat ik kom, hè, voor Balkenende. Echt waar? Die blijft maar komen? Die blijft maar komen. Oeh, dat is een doorzettertje. Ja, waarschijnlijk vier keer, vier kabinetten. Ja, je hebt best kans dat je vanavond weer terugkomt. Spier, weet je. Ja, jammer. Het was een mooie muur geworden. Je vindt het toch jammer? Maar nu is het helemaal wit. Nu zegt het helemaal niks. Nu is het weer gewoon een beetje kaal. Ja, wit gewoon. Het zegt niks. Wat moet je ermee? Dit nodig gewoon uit voor de volgende om de wereld op te plakken. En dan kun je beter Jan-Peter laten staan. Jij en ik weten dat er iets heel dieps onder zit, toch? Ja, ja. Is dat niet veel mooier? Ja, maar ja, dat weten een heleboel mensen. Dat is wel zo. Maar dit is toch niet... dus jammer. Gewoon, ja. Nou, zullen we een minuut stil te houden dan? Voor Jan-Peter? Nou, nee, zo dramatisch is het niet. Het is gewoon... dit is gewoon het leven. Hè? Weg is weg. Weg is weg. Ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Precies, Bert. Ik zie hier een ruimte voor jou. Ja hoor. Hoef je niet over in te zitten. Ik kom morgen even kijken. Nee, zeg ik niet. Sterker vannacht. Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Bedankt voor de komst. Goh, ik had nooit gedacht dat ik zo diep zou doordringen in de lokale politiek van Dieren. Fascinerend.
Als je dus de palmboom...